Wij zijn 3 dagen ziek geweest. Ik 4. Jij 4, ik 3. We zijn er weer. We zijn weer van de partij. Ik heb even in de tussentijd geen video's opgenomen. Maar we gaan vandaag iets leuks doen. Want Guylaine en haar zus is van de week jarig. En zij ging met haar man samen naar Van der Valk Schiedam. Dus dat heette hinten van, ja. Ja, komen jullie ook, komen jullie ook? Zegt nee, het is een romantisch uitje. Gezellig met je vent. Ja. Maar we komen toch. Ik weet niet of ik het, haar reactie op beeld kan krijgen. Want ze houdt niet zo van in video komen. Maar in ieder geval zie je onze reactie op haar reactie. Nee. Waarom doe je dan niet met geblurd gezicht en zo'n zware stem? Je lens is ook nog nooit in Schiedam geweest, dus we gaan Schiedam onveilig maken. Dus let's go. Yeah. Yes. Kijk jongens, we hebben een hele toffe koffer. En die rijdt heerlijk. En Glenn ziet er geweldig uit. Nou meid, je zou niet zeggen dat je 4 dagen ziek bent geweest. En juist na zoveel dagen ziek denk je van even opmaken, even opknappen. Gaan we ook nog onze oordeel geven over Schiedam Van der Valk? Ja, is goed. Ik had het dol op Van der Valk. Het enige wat ik niet goed vind aan de Van der Valk is hun eten. Nee, maar wel het ontbijt. Ja. Als je al lang het kanaal kijkt, dan weet je dat. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hebben we dat vaak gefilmd? Niet echt, hè? Zit ik nu net te denken. Dat we naar Van der Valk gingen. We gingen wel regelmatig naar Van der Valk. Omdat Guylaine nogal fan is van Van der Valk. Ja, Sophie noemt het een afwerkhotel, toch? Maar ja, het ligt misschien weer aan haar. Ja, maar zij hebben het over het Van der Valk volgens mij bij Amsterdam, bij Hoofddorp. Vieze dingen, sommige Van der Valk zitten het over. Die ene langs de A4? Die bij Schiphol, dat schijnt wel echt een drugsdeal hotel te zijn. Wat wel jammer is, is dat ze de rooftop door niet open is op zondag. Maar ze hebben wel, wat wij altijd willen, een zwembad. Dus we kunnen lekker een duikje gaan nemen. Lang geleden dat we in de auto hadden gezeten, überhaupt. Ja, dat was wel even wennen, maar het is goed gegaan. Ja. We gaan in ieder geval even Schiedam doorlopen. Het is best wel mooi, want ze hebben een oud haventje. Dit is een beetje hoe Rotterdam er vroeger uitzag, de haven volgens mij. Okay. Echt Rotterdams kunstschat. Lastplak. Beetje pittoresk hoor, schat. Vind je? Dit? Dit is wel mooi, toch? Museumkwartier. Het is heel mooi. Welk centrum is er nou niet open op een zondag? Ja, ik weet het niet. Het ziet er wel iets gezelliger uit, laten we eerlijk zijn. Toch? Ja, vooral al die gesloten deuren. Het is meer dat er niks open is om koffie te drinken. Dat is open, dat is ook allemaal open. Echt? Gewoon, hè? Oh. Nee, dan wil ik wel even koffie. Wil je eerst koffie nog steeds? Nee hoor, ik moet ook even plassen, dus dan kunnen we even naar het museum. We kunnen wel even naar het museum om te plassen, toch? Echt, die museumjaarkaart is ideaal voor als je overal moet plassen. Ja, dat is wel waar. Dan heb je 60 euro per jaar en dan kun je altijd even plassen. 75. 75, dat is duur geworden. Het is duurder geworden, ja. Zoals jullie wel weten hebben we een museumjaarkaart en vinden we het leuk om musea's te bezoeken. Zo ook het Stedelijk Museum in Schiedam. Hoewel ik altijd dacht dat dit het Cobra Museum was, bleek dat niet zo te zijn. En de werken die we zagen, nou, was misschien niet helemaal mijn ding en ook Guylaine's ding niet. Alsnog, het gebouw is erg mooi om een keer te bezichtigen. Maar als je geen museumjaarkaart hebt, zou ik hem niet per se aanraden. Mooi museum, tentoonstellingen waren meh. Weet je wat ik dus altijd vind met dit soort tentoonstellingsdingen? Ik denk van ja, het zal waarschijnlijk goed erachter zitten, maar ik hou gewoon van kunst als in beeldhouwer en schilderwerk en zo. Ja, wat meer voor zichzelf spreken misschien. Ja, precies. Ik moet zeggen, het is een mooi museum, maar de tentoonstellingen waren verschrikkelijk. Het pand is mooi. Het pand is mooi, ja. Beetje teleurgesteld, meet? Nee hoor. Oh, okay. Je zei dat je na een week alweer vergeten was dat je hier was, toch? Ja, dat vergeet ik altijd. Oninspirerend werk voor ons dan, hè? Zijn wij heel traag geweest? Of heel snel geweest dat ze daar nog foto's aan het maken zijn? Of zijn zij gewoon heel traag? Wij zijn heel snel geweest. En het andere denk ik dat ook waar is, toch? Ja. Wij gaan naar een restaurantje dat heet Schattig. Het zag er op zich wel schattig uit. Dus het deed ze na. Wel grappig dat hier trouwens een molen staat. Ja, leuk. Ziet er leuk uit. Je ziet niet zoveel meer in Nederlandse steden. Wist je dat trouwens in Rotterdam in het centrum ook een molen stond vroeger? Mm-hmm. Naast het heb jij gemeentehuis volgens mij daar. Ja, het is de bibliotheek. Het is echt heel leuk ook, die huizen zo. Ja, het ziet er wel gezellig uit. Zo zou Rotterdam er ook uit moeten zien dus. Ja.
Dat was wel leuk geweest. Schattig was de druk, dus we gingen naar een andere tent. Zit ze. Lekker rustig hier. We hebben een homemade energy ball. Ik neem dat voor de ginger orange ga. We hebben een energy ball. Die hebben wij ook. Deze dingetjes van. Die hebben we weggedaan, hè? Nee, die hebben we nog steeds. We hebben nog één. Oh. Jij hebt ook een bal en een kapu. En een kapu. Lemon. En een kaken. Sure. Hij is wel lekker. Nu het weer herfst begint te worden, krijg ik wel weer zin in kerst en dat soort dingen. Erg is dat, hè? Ik krijg heel erg zin in de smaak van kaneel. Dus eigenlijk voor het eerst heb ik niet denken van, oh, gadver winter. Oh, echt? Oké. Misschien komt het ook omdat we een lekker huis hebben. Oh, maar ik denk ook omdat je de zomer als wat heftiger hebt ervaren. Oh, ja. Misschien is dat het, ja. Ik heb de zomer niet echt ervaren als een chill zomer. Als ik dan denk aan bijvoorbeeld de kou en zo, zie ik er ook minder tegenop wat een auto hebben. En een huis. En een lekker huis die waarschijnlijk niet zo extreem koud gaat worden. Ja, het kan wat meer cozy aanvoelen of zo misschien. Ja, de kerstpomp past. Dus even als ik geen kantoor had gehad, dat we niet eens mee hadden kunnen nemen. Ja, dat had misschien nog kunnen, maar dan hadden we een heel krappe berging gehad. Doordat we snel door het museum heen waren, hadden we wat tijd te doden. Daarna gingen we nog een bakkerij opzoeken. Oké, wij gaan nog even langs het bakkertje lopen, of niet? Ja. Romantisch? Ja. Oké, we hebben wat gekocht hoor, bij een bakker. Dus iets met amandel en orange. Orange en amandel. Het ziet er wel echt lekker uit. Amandel en orange. Maar een klein stukje mee. Ja. Oeh, het is wel echt amandel. Nu echt een structuur van marsepein ook. Ja, klopt. Het is pure amandel, denk ik. Vooral met dan gebakken. Heel lekker. En dan met de sinaasappel is wel heel erg subtiel aanwezig. Ja, maar ik vind hem echt fantastisch. Ik hou heel erg van amandelspijs, dus dit is voor mij echt een 5 out of 5. Nou, misschien kun je nooit marsepein eten. Vind ik te verwerkt. Ik hou een beetje van die korrelige structuur en ik vind bij marsepein dat het juist weer te glad is. Weet je dat dit kan niet hoor, schat? Vind je ervan? Heerlijk, ja. Echt goed. Wil je deze ook doen? Ja. De pretzel kaas. Maar wel lekker. Kan smaken heel lekker, maar hij is wel heel... Taai. Ja. Maar ik vind het wel lekker. Ja. Ook goed zout. En veel kaas er doorheen verwerkt. Ik geef het een solid. Ja, ik vind dat het een beetje taai is. Ja, maar dat is wel een beetje pretzel hoor. Moet ik zeggen. Wordt het echt zo taai? Nou, ik denk dat hij vanochtend gebakken is. Dus hij ligt al even. Maar volgens mij hoort het iets zachter te zijn wel. Ik denk 3,5, 4. Ja, dat ook 4. Heel gezellig weer eventjes. Hè? Ik zag gisteren een reel voorbij komen waarin ze met zo'n bal, die ronde volgens mij, vaak nemen met allemaal van die puntjes eraan. Dan deden ze in brooddeeg en dan zag het er mooi uit als ze het uit de oven haalden. Maar het leek net zo'n soort van vieze gatenfestijn. Ons koek ik het wel eens, hè. Uh-huh. Dat heet iets met een Griekse ei. Ja. Aan de ene kant wil je er naar kijken, aan de andere kant mag je ervan. Ja, heb ik ook. Wat is dat? Nou, bij mij is dat bij pukkels uitknijpen. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Of van die filmpjes van die echt hele grote pus shit. Dan, ik walg ervan, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn, maar toch wil ik het wel zien. Ja, of zo'n, dat is ook een keer een filmpje van zo'n hond die een grote worm in zijn lichaam had. Dat werd er dan zo uitgedrukt. Dat was een grote maden, denk ik, of zo. Oh, ja, ja. En toen... Ja, het is eigenlijk heel walgelijk, maar je wilt toch eruit zien komen. Ik moet zeggen hoe het eruit ziet, dus heb ik er nog nooit naar gekeken. Ik ben hier best wel vaak geweest toen ik jong was, maar... Ja, kijk je nog niet zo naar? Kijk je, nee. En ik denk... Ik waardeer het allemaal nog niet echt. Sinds dat ik... ouder ben ik eigenlijk nooit meer echt in Schiedam geweest. Laatste keer dat ik in Schiedam was, denk ik, rond de overlijdingsdatum van mijn ma. Zo'n 15 jaar geleden, maar dan heb ik er ook niet echt naar gekeken. Sowieso begin ik de laatste jaren steeds meer te waarderen hoe steden eruit zien en dat soort dingen. Daar kijk ik meer naar als dat ik voorheen ernaar keek. Heb jij dat ook? Ja, absoluut. Ja. Kijk, ik zou zelf nooit meer in zo'n pand willen wonen, maar ik zou er wel op uit willen kijken. Ja. Maar dan wel vanaf een nieuw pand, toch? Nieuwbouw, gladgestuukt met 3-dubbel glas. Wil ik er wel op uitkijken. Vierkante meter glad gestuukt. Zou ik graag naar buiten willen kijken op oude, prachtige gebouwen. Weet je dat iemand trouwens zei van ja, ik heb jullie podcast... Die zat laatst onze podcast weer terug te luisteren van het begin van het jaar. Ja. Van over 2024.
wat we er allemaal van dachten. Ik vind het wel leuk dat we dat dadelijk kunnen terugluisteren. Ja. En dan erover kunnen hebben wat er nou precies is gebeurd. Nou, ik weet één uitspraak nog wel. En dat was inderdaad liever 60 vierkante meter glad gestuukt dan 100 vierkante meter oude meuk. Ja, nou. En wat hebben we nu? Net nog geen 60. Mocht je nog nooit hier zijn geweest en toch in de buurt zijn, zou ik toch eens een keer gaan kijken. Vooral de haven vind ik erg mooi. Vooral lekker op zondag. Dan hoef je ook geen geld uit te geven. Dat is ook wel lekker, ja. Daar houden wij niet van, hè. Dit ziet er voor mij ook gelijk wat minder. Het is toch gewoon ellende. Ja, dat is niet gezellig. Je hebt zo'n ellendige stukjes dit. Ja, precies Leiden eigenlijk dit. Ja, wel een beetje, ja. Leiden is ook een stuk mooier dan dat je denkt, hoor. We moeten eens een keer 24 uur naar Leiden. Nou, Centrum Schiedam is niet echt een aanrader. Het zijn allemaal plummeneerzaakjes. Of misschien hebben we het niet goed gezien, hè? Want dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat wij het heel goed gezien hebben. Ja, denk ik ook persoonlijk wel. Zo gewoon? Zo, ja. Wat vond je van Schiedam? Heel mooi. Ja, oké, okay, dus ja, okay, de haven. Het is wel echt dat centrum, denk je wel echt, waar ben ik in beland. En ja. Dan is het nog allemaal gesloten ook, dan ziet het nog extra treurig uit natuurlijk. Dus we gaan deze Van der Valk maar alleen voor de echte VIP's. Ik ben wel benieuwd of dit een beetje goede Van der Valk is. Zo'n Van der Valk dat je denkt, nou ja, dat is zo. Want daarboven is een skybox, alleen die is op zondag dus niet open, of sky lounge. Het valt me altijd op, even om alvast iets te zeggen, is dat de meeste mensen in Van der Valk boven een bepaalde leeftijd zijn. Ja, het is dan ook echt wel een seniorenhotel. Dat is ook nog een leuk ding. Ik had dus geboekt, maar ik had een invalide kamer geboekt. Dat was een beetje dom. Maar ik hoop nu niet dat we die hebben. Volgens mij in mijn app stond van niet, maar... Je hebt het toch omgezet? Ja, ik had het omgezet, maar ik heb er nooit een mail over gekregen. Ik heb een mail gestuurd, of een bericht gestuurd, en volgens mij hebben ze het gewoon omgezet. Oké. Okay. Zonder dat ik een bericht heb gekregen. Zou wel goed zijn, toch? Nou, laten we ze koffer pakken en dan gaan we naar binnen, toch? Let's go. Je hebt de camera laten staan. Waarom loop je nooit? Nee. De camera laten staan, godsamme. Moet je niet pakken. Jongens, we zitten gewoon op de 13e verdieping. We hebben gewoon een heel uitzicht. Leuk, hè? Ja, ik heb er zin. Veel hoger dan... Ooit tevoren. Nee hoor, oh ja, dit is wel hoger denk ik. Die is niet zo hoog. Nee, die lijkt niet zo hoog. Nou, die heb ook iets van 15e verdieping hoor, volgens mij. Ik dacht het wel. Oh, hier. Oh, we zitten naast. Zo, netjes. Je verwacht dan dat de badkamer is inderdaad, ja. Maar ja, dan kom je in de lift uit. Oké. Zo. Je hoeft niet te doen alsof je het al niet gezien hebt, want je hebt het al gezien. Ik had mijn microfoon niet, dus je was me helemaal aan het uitschelden. Lekker wc'tje. De wc in de badkamer met dan een deur. Dat is ook vreemd. Hoezo is dat vreemd? Ja, weet ik niet. Maar wel echt genoeg zeepjes. Het is wel echt vet dat dit zo'n uitzicht heeft, joh. Ja, ik vind het wel leuk. Wow. Maar dit... Zo, wat een uitzicht, joh, schat. Hé, kom eens hier. Moet je komen. Ja, volgens mij kan je ons vlot hier vanaf zien, hoor. Ja, volgens mij is dat bij ons huis. Is dat de hijskraan daar? Ja, ik zie eigenlijk niet... Is dat dan die zwarte flat, is dat dan die andere flat? Nee. Nee, toch? Nee, dat is veel verder nog. Volgens mij, het is wel daar, ik hoor. Ik zie het niet echt. Ja, je hebt daar... Bij die ene hijskraan. Nee, kijk, je hebt daar een oranje-geel gebouw. Ja, ja, ja. Dan moet je echt een stuk naar links, dan zie je op een gegeven moment een soort van kerk, dat is volgens mij Voorburg. Je ziet allemaal gebouwen en er zijn iets geels tussen. Ja. Volgens mij die hijskraan die daarnaast staat, volgens mij is dat het. En dat witte gebouw dan, of dat niet? Ja, dat denk ik. Maar ja, ik vind het lastig om te zien. Wel grappig ook dat je dit nou zo ziet. Ja. Ik vind het wel iets van rustgevends hebben of zo. Ja, ja, grappig hè. Als je zo uitkijkt op die wegen, zou je denken van wat een chaotisch iets. Maar dat ziet er juist wel georganiseerd uit. Ja. Volgens mij is het een afwerkhotel, schat. Ja, zoveel toch gelijk hè. Ja. Echt een afwerkplek. Jeetje, dan kwam een meid net naar buiten zetten en voelde alle lingerie. En daarna hoorden we elkaar de klap. En hier aan de overkant worden we ook allemaal mensen helemaal tekeer gaan. Waarom zou je daarvoor naar een hotel moeten? Ja, vraag me wel af. Nou, ze was heel erg in de lingerie, die meid hoor. Heel erg? Ja. Wat is dat heel erg? Ik denk dat het een escort was. Heel erg gezegd. Ja, denk ik wel. Ze zijn er nog niet. Ze zijn nog niet eens onderweg. Ze gaan maar even wat drinken. Of wil je een klein knabbeltje doen? Ik heb niet zo'n trek, jij? Licht gaan wel een klein knabbeltje. Ik weet niet. Geen bovenlip. Ja, zo. Ziet er wel netjes uit. Rustig. Ja, dat is wel rustig inderdaad. Kunnen we daar wel heen doen? Mm-hmm. Ik hoop dat het niet drukker wordt dan. Ik vind het wel een beetje chill dan Noodwalker. Ja, maar dat komt omdat het Gang City is. Oh, ja. We zitten trouwens alvast op de uitkijk. Ze komen daar binnen. Zie je de draaideur? En Glenn en zus kennen, dan gaat ze toch niet door hebben dat we hier blijven zitten. Je kijkt echt alle kanten op, maar niet onze kant waarschijnlijk. Heb je er zin in? Ja hoor. Ja, lekker.
naar de wellness en eten. Ik word hier altijd een beetje zenuwachtig van dit soort dingen. Huh? Maar je zei net dat je niet zenuwachtig was. Ja, daar hou ik van om dat te zeggen, maar ik voel me wel. Dat dacht ik al, dat het eigenlijk niet echt. Wat heb jij nou? Deze echt. Dit is het beste, hè? Echt mijn favoriet. Ik snap ook niet waarom ze die nergens meer hebben. Ja, bij de Jumbo. Hebben ze die dan wel bij de Jumbo? 18. Nee, toch? Wel bij de kassa. Ik heb wel even gestoord. Maar deze is oprecht wel echt de beste. Ja. Maar we gaan dus om 5 uur lekker de wellness in. Maar er kwamen wel wat gasten naar boven dat ik denk van daar wil ik eigenlijk niet mee de wellness in. Waarom niet? Ik vond ze een beetje intimiderend. Ja, het was wel intimiderend. Een beetje van intimiderende mensen. Oh schat, deze is zo geweldig. Mag wel even iets zeggen, schat? Ja. Dit is wel geweldig. Dat is wel uitzicht, joh. Ja. Is het wel hier gaan chillen? Nee, doen we nu niks. Maar kan je het niet aanzetten of zo? Ja, ik ben wel met je. Het ziet er wel echt geweldig uit, eerlijk gezegd. Maar kijk, wat een uitzicht ook, joh, schat. Oeh. Vind je cool? Ruikt lekker. Ik ben wel dicht doen, dan. Ligt het vanzelf. Oh, dat is lekker. Oeh, dat is lekker. We moeten niet even kijken of je zus en Maaike er al zijn. Wat een uitzicht, het zeg. Het is toch cool dat je hier gewoon zit en dat het altijd je uitzicht dan is. Ik hou dus niet zo van warmte, maar ik vind het wel heerlijk rustgevend. Die muziek erin is ook echt top. Lekker, hè? Echt moeten we oorrijden, zodat we niet te lang zitten. Wat? Moeten we oorrijden, zodat we niet te lang zitten. Oh, ja. Zo. Zo, het ziet er echt cool uit. Het ziet echt nice uit. En nu was het eindelijk tijd om hetgeen te doen waar we voor kwamen. Zwemmen. We zijn uit de wellness, we gaan eten. Ik heb trek, jongen. Oh, zou je niet zeggen, aangezien we die grote amandelding naar binnen hebben zitten werken. Maar... Ja, over het algemeen gaan wij dus niet naar de Van der Valk voor het eten. Want vaak vinden we dat niet zo heel lekker. Maar deze keer verrast het ons. Met name mij. Je hebt ook een 3-gangen menu. Ja, je wil altijd kaas van, maar in 9 wil je niet. Dat is C'est cheese. Dan kan ik er ook nog even snel een korte verkoop schermen. Een brisket? Ja, op zich. Zou wel kunnen. Altijd als ik het zie gemaakt voor de week, denk ik. Het ziet er wel lekker uit, ja. Ja, weet ik niet of het hier ook zo is. Het is een slow grill. Ja, het is slow cooked. Het echt lijkt alsof het helemaal verbrand is. Voor het dan zie je het merk. Ja, het is gewoon even. Het ziet er wel lekker uit. Goeie meid. Heerlijk. Ik ben naar de benieuwd naar de brisket. Zo willen we overal het groen opgooien. Dat is wel een groot stuk vlees trouwens. Zo. Dat is mals. Lekker? Zo. Nee. Dat is wel heel lekker. Heeft iemand iets gezegd dat ik de bloemkool eet? Dat is goed, hè? Nee, joh. Voor... Vooral voor... Dat is echt goed, ja. Lekker hoor, dit. Voor de keuze, boys. Ik moet wel denken. Je bent enthousiast. Ja, heel lekker. Voor een Van der Valk is het wel heel goed eten. Vind je het ook lekker? Ja, toch? Hij is heel mals. Oh, nou, dat is. Is een cakepop. Cakepop? Zo. Is het van cake? Je ziet niet eens wat er binnen zit nu. Ik weet niet wat het is, maar het is wel lekker op zich. Ja, het ziet er wel een beetje uit als een luikslak, ja. Ja, oké. Oké, jongens, ik wil even dat jullie stil zijn. Ik wil even genieten van mijn dessert. Oh. Nee, een geitje. Met spekkoek en chocomousse. Een beetje Belgische chocola. Alleen ik vind dit wel... Ik vind het een beetje funky. Weet je dat ze morgen ook spekkoek waarschijnlijk bij het ontbijt hebben? Ja, dit kan je gewoon ontbijten morgen. Ja, waarschijnlijk wel. Ook met die moes. Is dat gewoon wat mensen hebben overgelaten? Dit is de eerste keer als ik bij jullie aan tafel zit, dan ga ik dit bordje precies zo namaken met ontbijt. Ik vind alleen die slijder omheen die had mij niet hoeven. Het is ook onsmakelijk kijken. Ja, het ziet heel onsmakelijk uit ook. Ik bedoel dit jongens, dat je het even weet. Nou, als we nog een keer naar Van der Valk gaan, dan qua eten vind ik deze wel beter. Nummer 20 vind ik dit. Ja.
Ik ga nog 20 keer zeggen hoor. Je hebt zo een teller. Ik ga me toch af waar we zijn. Ik ga nog op. Ik ga nog één keertje zeggen. Ik weet, ik heb het al vaker gezegd, maar ik had niet verwacht dat ik het zo lekker zou vinden. Die brisket, ik heb het nog nooit op, maar het is zo mals. Ik ga het vaker eten. Ja, goed zo. Dat good brisket. Dat is wat jij doet hoor. Dat is niet te kaal. Nee, maar daar hebben ze hem ook echt niet. Bij Noordorp is nee. Ik denk dat ze hier misschien een andere kaart ook hebben of zo. Na het eten keken we nog wat tv en gingen we lekker slapen. De volgende ochtend gingen we nog even een duikwagen in het zwembad. Altijd lekker om zo wakker te worden. Daarna was het natuurlijk tijd voor het heerlijke ontbijtbuffet. Daar had ik heel erg zin in, want ik had best wel wat trek gekregen. Ik doe dus nu volgens mij al 6 jaar intermittent vasten. En met dit soort dagen dan laat ik het een beetje los, want ja, ik wil ook gewoon van het ontbijt kunnen genieten. Maar wat ik dan wel weer grappig vind om te merken is dat we gisteren best wel laat hebben gegeten. Wat ik normaal ook niet doe, want ik eet meestal tussen 5 en ja, hooguit 7. Maar dat is echt een stretch. En gisteren aten we pas 7:30, 8 uur. Ik heb nu gewoon hartstikke trek. Terwijl normaal heb ik dat niet. En ik eet na het avondeten nooit meer wat. Dus ik vind het altijd wel grappig om te beseffen dat op het moment dat ik dus niet aan mijn intermittent vasten houden, dat ik dan eigenlijk meer trek krijg. Oeh, vliegtuig. Kijk jongens, ja, dat zie je op beeld dus niet zo heel duidelijk, maar het is bij ons heel... Het is een privéjet, denk ik trouwens. Want 16 zit hier in de buurt, oftewel Rotterdam Airport, oftewel Den Haag heeft meer betaald, de Heek Airport. Maar goed, we gaan dus naar het ontbijt. Als ze bacon hebben, dan ben ik blij, maar ja, dat hebben ze, dat weet ik zeker. Oeh. Het ontbijtbuffet was groot. Ze hadden onze favorieten zoals bacon, croissant en ei. Daarnaast hadden ze ook nog andere leuke dingen. Ik nam een smoothie. Ze hebben bij dit soort ontbijtbuffet altijd zoveel keuze dat ik een beetje keuzestress krijg. Maar uiteindelijk was ik blij met de keuze. Die ik eigenlijk altijd neem. Croissant, jam, ei, bacon en een smoothie. Er zat er nog veel meer in. Dit is wat Michael neemt. Die is nog iets uitgebreider dan dat wij doen. En Guylaine heeft de special van Guylaine altijd. We hebben nog niet te eten, want ze zijn er nog niet. Ik kan wel vast bij eten. Wij zijn allemaal van de bacon. Totdat het bacon komt. Ja. Het aanbod is beter als in Noordorp. Ja? Ja. Ziet er ook wat fris uit dan? Ja. Ik hoef daar de hele dag niet meer te eten. Ik ga hier van mijn vol eten. Doe ik ook altijd. Ja? Mag ook pas weer afgeven. Goed, hè? Wat? Goed gekeurd, meid? Mm-hmm. We hebben in het hotel overnacht. Wat vind je ervan? Ja, heerlijk hotel. Echt luxe. Ja, het is een lekker hotel. Goed eten. Een goede spa daarboven ook. Het ziet er echt leuk uit. Ik vind het uitzicht ook leuk. Ik vind het ook leuk. Ja, al die Van der Valken zitten natuurlijk langs de snelweg. Maar ik vind dat toch altijd wel iets leuks hebben of zo. Ja, ik ook wel, ja. Aan de andere kant vind ik het ook lekker om op een hutje op de hei te zitten. Alleen dat doen we eigenlijk echt nooit. Nee, omdat ik dat... Dat vind ik ook best wel prijzig op een hutje op de hei. Het is ook niet goedkoop dit, toch? Nee, maar ja, vergeleken bij een hutje op de hei. Dat zwaar. Dan toch ook wel vaak wat langer zitten dan één nacht. Dan heb je zoveel gedoe voor... Ja, ik vind nog steeds dat we een keer 48 uur moeten ontprikkelen in het bos of zo. Ja, dat lijkt me ook wel lekker. Maar 48 uur ontprikkelen is wel gewoon €500 neertellen. Ontprikkelen? Voor je portemonnee niet, maar misschien wel voor... Nou ja, is dat inderdaad ontprikkelend? Dat is wel een goede vraag. Ik vind dat toch wel, ja. Dat vind ik toch wel heftig. Maar wat zou je deze Van der Valk geven? Ja, ik denk gewoon een 4,5. Ja, ik vind het de beste die we tot nu toe hebben gehad. Vroeger zeiden men dat Van der Valk was altijd een beetje cheapskate om daarheen te gaan. Tegenwoordig is niks meer cheapskate. Nee, tegenwoordig is alles duur. Zelfs weet je dat? Serieus, dat in 2027 wordt dit, wat was het nou, iets van 15% duurder of zo? Ja, wat was het nou? Want er wordt meer belasting weer... Ja, volgens mij gaat het van 9% naar 21%. Dus dan is het 11% duurder. Kijk, in principe in ons huis zijn we al elke dag op vakantie. Ja, maar toch is het even lekker om eruit te zijn. Ons huis, het enige wat we missen is een zwembad en een wellness. Mochten jullie het leuk vinden dat wij een grote Van der Valken-test gaan doen over heel Nederland? Dan zijn er ook in Duitsland, hè? Ja, in België ook. Ja, ik zat te denken om een keer de slechtst beoordeelde en de best beoordeelde te testen. Oh ja. Maar we zijn in Den Haag natuurlijk ook geweest, toch? Of niet? Nee, dat is die andere. Fletcher vind ik wel verschrikkelijk. Ik heb dus een keer gehad, dan ging ik naar een Fletcher Hotel en ik was dus in de war. Ik dacht dat ik naar Van der Valk ging. En dan kom je van de keihard thuis. En toen dacht ik, wat is het hier eigenlijk oudbollig? Toen gegeven moment besefte ik van, oh tuurlijk, het zijn twee verschillende. Ja, heel raar. Bedankt voor het kijken. Mocht je iets opgevallen zijn of ergens over mee willen praten, doe dat vooral in de reacties. En heb je zelfs dit uitgekeken, reageer dan met een bacon emoji. Tot woensdag.